Welkom bij deze presentatie over de geplande werken in de Sint-Amandse Steenweg, tussen de Brandse Dreef en Dulft in Bornum. Aquafin en de gemeente Bornum slaan de handen in elkaar om de dorpskern veiliger en aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd vernieuwen we het rioleringsstelsel. In deze presentatie vertellen wij u hoe we de werken aanpakken en hoe de planning eruit ziet. We leggen u ook uit welke werken u, naar aanleiding van de nieuwe riolering, op uw privéterrein moet uitvoeren. Zoals de meeste mensen wel weten, gaan we volgend jaar de Sint-Amandse Steenweg heraanleggen. Het is een heel groot werk, feitelijk het grootste werk dat Bornum de laatste 25 jaar gaat doen. Het is niet alleen de riolering die volledig vernieuwd zal worden in een gescheiden systeem, maar wij gaan ook trachten de bovenbouw te vernieuwen, zodanig dat de mensen die er wonen er toch wel blij zullen mee zijn dat die Sint-Amandse Steenweg eindelijk aangepakt wordt. Voorafgaand aan de werken gaan de nutsmaatschappijen ook nog zeer veel werk verrichten. Dat wil zeggen dat Pitpa alle waterleiding gaat vernieuwen, dat de verlichting ondergronds gaat gebracht worden, dat er LED-verlichting in de elektriciteitspalen zal komen, zodanig dat wij ook de nodige aandacht hebben voor de duurzaamheid. Ook zal er voorziening getroffen worden dat er een kunstvezelkabel gelegd zal worden, zodanig dat wij naar de toekomst toe ook op dat vlak mee zijn. Wij trachten op die manier een Sint-Amandse Steenweg te creëren die klaar is voor de volgende 30 jaar. Vanuit mobiliteit hebben we natuurlijk ook een aantal opmerkingen gehad en gaan we volop inzetten op het stopprincipe. Wat is het stopprincipe? Dat zijn de stappers, de trappers, het openbaar vervoer en het privévervoer. En hoe zal u dat zien? U zal dat zien aan het feit dat er aan weerszijden een voetpad zal zijn, dat er een ingezet wordt op het fietspad en dat we zo ook gaan kijken op dat moment naar de breedte van de weg in het kader van de lopende busverbinding en de vrachtwagens. We hebben ook in het kader van de Sint-Amandse Steenweg ingezet op het verwerven van een aantal panden om zo ook de kruispunten verkeersveiliger te maken, zodat ook in het kader van de verkeerslichten bekijken om zo die doorstroming toch te garanderen, maar daarbij ook de zwakke weggebruiker niet te vergeten. Wij gaan de nodige informatie via verschillende kanalen brengen, zodanig dat jullie altijd op de hoogte zijn. Wat is de stand van werken? Wanneer wordt er bij ons gewerkt? Wanneer zal ik mijn voertuig een tijdje niet op de oprit kunnen parkeren? Dat soort zaken gaan we zeker goed voorbereiden. De werfzone situeert zich tussen het kruispunt met de Brandse Dreef Galgenbergstraat en het kruispunt met de Dulftstraat Absveldstraat. De bestaande baan is versleten en willen we daarom vernieuwen. Bij nazicht van de riolering is bovendien gebleken dat deze ook aan vervanging toe is. In dit project creëren we de basisleiding waar we nadien de aanliggende straten en wijken kunnen op aansluiten. Naast een volledig vernieuwde bovenbouw wordt dus ook het rioleringsstelsel van de Sint-Amandse Steenweg helemaal vernieuwd met de aanleg van een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er aparte buizen komen voor regen- en afvalwater. Deze werken zullen het risico op wateroverlast verkleinen en zorgen ervoor dat er minder ongezuiverd afvalwater in de lokale waterloop terechtkomt via de overstorten op de riool. We willen zorgen voor een veilige en aantrekkelijke dorpskern. Dat doen we door in het ontwerp rekening te houden met uw bezorgdheden over de verkeersveiligheid die we ontvingen in de afgelopen maanden. Het is dan ook ons streefdoel om de baan veiliger te maken voor iedereen. Een nieuwe aanleg komt er ook op vraag van de vele bewoners die aangaven last te hebben van het geluid en de trillingen van de oude betonplaten. In het vernieuwde ontwerp willen we van de straat een centrale as maken waarlangs vlot verkeer mogelijk is. De vele verkeersdrempels en asverschuivingen zullen daarom verdwijnen. Hiermee willen we tegemoetkomen aan het vele verkeer in de omliggende straten. Met de twee scholen kwamen we overeen dat hun toegang niet meer via de Sint-Amandse Steenweg zal verlopen, wat de veiligheid ten goede komt. In de beschikbare ruimte willen we een comfortabel, veilig en afgescheiden fietspad aanleggen. Ook komen er afzonderlijke voetpaden aan beide zijden van de straat. De rijweg maken we voldoende breed voor een vlotte doorgang van auto's en vrachtwagens, net als voor de reeds bestaande busverbinding. We herbekijken de bestaande verkeerslichten en passen die aan waar nodig. De gemeente heeft intussen een aantal eigendommen verworven, waardoor we het kruispunt aan de Dulftstraat
het kruispunt aan de Bareldreef en het kruispunt aan de Boskant veiliger kunnen inrichten. Tussen de Dulftstraat en het wandelpad, de Guil, voorzien we een open ruimte. We creëren een nieuwe ingang voor het kerkhof en trachten de huidige kerkhofmuur te vervangen, zodat het fietspad tot aan het kruispunt doorloopt. We onderzoeken ook slimme oplossingen om de snelheid van de voertuigen op de Sint-Amandse Steenweg te begeleiden. En we voorzien aangepaste opstapplaatsen voor de bus. We trachten daarnaast een beperkt aantal parkeerplaatsen te creëren, die in de toekomst nog aangevuld kunnen worden met een buurtparking. Voor de rioleringswerken van start gaan, zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren aan hun infrastructuur. Grote delen van de waterleiding worden vernieuwd en alle kabels komen ondergronds. De straatverlichting wordt vervangen door zuinigere LED-lampen. Proximus realiseert de aanleg van het glasvezelnetwerk, wat in de toekomst tot bij ieder huis zal komen. Daarnaast wordt de bestaande riolering opgebroken en wordt het nieuw gescheiden stelsel aangelegd door Aquafin. De gemeente voorziet tenslotte een volledige vernieuwde bovenbouw. Laten we nu de timing van dit project overlopen. Op dit moment is er reeds een voorontwerp goedgekeurd. Dat zullen we voorstellen op een infomarkt. Met de feedback die we tijdens de infomarkt verzamelen, gaan we aan de slag om het ontwerp te finaliseren. In het najaar van 2022 zal dan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het is de bedoeling om de uitvoering van de werken op te starten in 2023. De totale uitvoeringstermijn schatten we op ongeveer 14 maanden. Ook op uw terrein zal er gewerkt moeten worden. Aquafin legt een gescheiden rioleringsstelsel aan waarbij twee aparte afvoeren voorzien worden. Een vuilwaterleiding voor uw afvalwater dat naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd zal worden. Een regenwaterleiding voor hemelwater waarbij we het water gecontroleerd laten infiltreren in de bodem of vertraagd afvoeren naar een waterloop. Ook uw privériolering zal u verplicht gescheiden moeten aansluiten. In principe zijn de regels als volgt. Open en half open bebouwing dienen volledig afgekoppeld te worden. Bij gesloten bebouwing wordt de voorste dakhelft en eventuele voortuin afgekoppeld. Aquafin stelt een afkoppelingsdeskundige ter beschikking die uw privériolering in kaart brengt en samen met u de meest economische oplossing zoekt om af te koppelen. Voor dit project is dat Erik de Wilde. Deze afkoppelingsstudie is gratis. U voert de werken zelf uit of zoekt hier zelf een aannemer voor. Werken die nodig zijn voor de scheiding van het afval en het regenwater op privéterrein zijn ten laste van de eigenaar van het perceel. Het gemeentebestuur van Bornum is echter bereid een deel van de kosten op uw terrein te betalen. U heeft recht op €750 tegemoetkoming bij het aanleveren van een goedgekeurd keuringsattest en een kopie van de door u gemaakte kosten. Op de website van de gemeente Bornum kan u hier de details over vinden. Ook de afkoppelingsstudie en de eerste keuring zijn op kosten van de gemeente. U neemt contact op met afkoppelingsdeskundige Erik de Wilde om een afspraak te maken. U kan hiervoor mailen naar e.dewilde@aquafin.be of bellen naar 0471-03-4456. Hij zal u tijdens een huisbezoek uitgebreid informeren over de afkoppelingswerken. Nadat hij bij u is langs geweest, wordt uw afkoppelingsstudie aan u overgemaakt. De afkoppelingswerken op privéterrein voert u best zo snel mogelijk uit. Ze moeten ten laatste 6 maanden na de plaatsing van de huisaansluitputjes klaar zijn. Nadien volgt een keuring om te kijken of uw afkoppelingswerken correct zijn uitgevoerd. Wij houden u vanaf nu verder op de hoogte van de geplande werken. Voor de werken van start gaan, zal u uitgenodigd worden voor een infoavond. Daar zullen de plannen in detail worden toegelicht en krijgt u een goed beeld van hoe de nieuwe straat er zal uitzien. We kunnen u dan concreet informeren hoe de fasering van de werken zal verlopen, welke omleidingen zullen gevolgd moeten worden, waar er geparkeerd kan worden, welke hinder u kan verwachten, enzovoort. Wilt u dat we u informeren over de vooruitgang van de werken en de verkeershinder? U leest er alles over op participatie.bornum.be. Schrijf u hier ook in op de nieuwsbrief Steenweg gestript voor updates in uw mailbox. Volg daarnaast gemeente Bornum op Facebook.
onze pagina vol info en nieuws over uw gemeente. En check tenslotte al onze nieuwsberichten op www.bornum.be. Met vragen kunt u steeds terecht bij het contactcenter van Aquafin. U kan hen mailen via contact@aquafin.be of bellen op 03 450 45 45. Zij zijn elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur. Ook bij de dienst Patrimonium van de gemeente Bornum kan u terecht met vragen. Of u kan er een afspraak maken voor een plaatsbezoek. We hopen dat we u met deze presentatie voldoende geïnformeerd hebben over dit project. Neem ook zeker een kijkje op www.aquafin.be. Daar vindt u nog een heleboel extra informatie over de afkoppelingswerken op privaat domein.